De afgelopen jaren zijn wij een beetje geëvolueerd van een single customer magazijn, waar dat wij, ik spreek wel over de afgelopen 10 jaar, en naar inderdaad hier in Willebroek nu een 50-tal verschillende klanten, waar dat wij wel wat uitdagingen hebben gezien in de manier hoe dat je rapporteert en hoe dat je uiteindelijk gaat zien naar je profitability, rendabiliteit op die verschillende klanten. We hadden daar al wel wat werk op gedaan intern. En zagen dan de mogelijkheid om ook in te stappen in het project BI-log van het VIL, om daar toch proberen nog een versnelling te geven. Het project is denk ik is eigenlijk een 2-jarig project. En gaat nu volgende week gaan we daar naar zijn einddatum met het afsluitend event in Niel. Uiteraard is het belangrijkste om te kunnen gaan analyseren is de data die erachter zit. En daar zetten we al vele jaren in op ons eigen WMS, waarin dat we echt proberen zoveel mogelijk data te capteren in de verschillende processen. Ook heel concreet gaat dat over vrachtwagenchauffeurs die worden met sensoren bemeten. Ook het project waar wij samen met Rombit gaan het monitoren op het rijgedrag van de eigen heftruckchauffeurs. En dan in ons eigen WMS gaat het vooral echt om het registreren van elk verschillend moment, elke actie die wordt gedaan in het magazijn, dat die system-wise wordt geregistreerd en dan beschikbaar is om analyses op te doen. In Rumst zijn we eigenlijk, het is nog een beetje, we zijn nog volop in de ontwikkelingsfase, maar zijn we eigenlijk inderdaad bezig met een retrofit, waar we eigenlijk een automatisatie gaan doen op de bestaande rekken, dus waar we eigenlijk hebben kiezen voor een bestaand magazijn, te retrofitten is daar dan wel een correct woord, met een volledige nieuwe automatisatie. Maar daarover komt er wel meer over enkele maanden.